Evelien, ik werk op de afdeling radiotherapie. De afdeling radiotherapie is een hele grote afdeling met veel grote ontwikkelingen die er plaatsvinden. Het maakt mij altijd heel erg nieuwsgierig hoe sommige besluiten tot stand komen en hoe dat op de werkvloer dan weer terechtkomt. Als je in de onderdeelcommissie zit, dan ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je dus ook meedenken wat er dus direct op de werkvloer gebeurt wanneer een besluit genomen wordt. Zo kun je voor je eigen, maar ook voor de hele afdeling meedenken met beleid. Ik denk dat je als medewerkers en bestuur, management, uiteindelijk allemaal hetzelfde wil. En dat is een goedlopende organisatie. Maar dat moet je wel met z'n allen doen. Door middel van de OC probeer je denk ik ook een brug te bouwen dat het allemaal wat transparanter wordt voor elkaar. En snap je beter de keuzes die gemaakt worden. Uiteindelijk wil je met z'n allen een goedlopend bedrijf hebben.